Hey, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Fietsenwinkel Barendrecht. Vandaag staan we bij de winnaar van de Consumentenbond mei 2023. Deze kalkoffiets is er best uit de test gekomen bij de Consumentenbond. In deze video ga ik jullie alles erover vertellen wat de test eigenlijk inhoudt of wat getest wordt. En natuurlijk alle specificaties, de geometrie van deze prachtige kalkoffiets. Deze fiets is dus best uit de test gekomen bij de Consumentenbond in de categorie e-bike stadsfiets. Consumentenbond is een Nederlandse organisatie die verschillende producten uittest, waaronder ook e-bikes. Ze testen eigenlijk op kwaliteit, op prestatie en op veiligheid. En dit wordt uitvoerig mogelijk gedaan. En ze voorzien de consument van betrouwbare, maar objectieve informatie over, in dit geval over deze e-bike. Nou, deze is dus best uit de test gekomen. Dat houdt in dat hij de verschillende concurrenten heeft verslaan. En op basis van prestatie, veiligheid en kwaliteit steekt deze fiets eigenlijk met kop en schouders boven de rest uit. Nu over de fiets zelf, de geometrie. Dat is de 5-serie binnen het Kalkoff merk. 5-serie is wat luxer afgewerkt als je dat vergelijkt met de 3-serie. De Kalkoff 3B Excite heb je bijvoorbeeld ook. Daar hebben we een aparte video van. Kan je de video ook bekijken en zie je ook wat de verschillen zijn met deze bijvoorbeeld 5-serie. Bij de 5-serie is het frame wat mooier bijvoorbeeld afgewerkt. De zadel en handvaten zijn echt van topkwaliteit en heeft ook een Enviolo schakelsysteem. Een ander verschil met de 3-serie is het plusje achter de benaming van deze fiets. Het plusje houdt in dat de fiets belast kan worden tot 170 kilo. De spaken zijn wat dikker. De verende voorvork en verende zadelpen zijn daarop afgestemd. En hou wel rekening mee dat die 170 kilo gewicht van de fiets inclusief bagage en het gewicht van de berijder is. Zo kom je maximaal op 170 kilo. De fiets heeft een geometrie waardoor je eigenlijk een rechte zithouding hebt. De stuurbocht komt wat meer naar je toe bij het damesmodel. Bij het herenmodel is de stuurbocht wat rechter, waardoor je wat sportiever zit. Nou, stuurbocht, daar kun je wel verwisselen. Mocht je zeggen, ik wil toch een rechtere stuurbocht, kunnen we dat voor je regelen. Stuurpen zelf is verstelbaar, dus je kan hem ook wat meer van je af of naar je toe brengen. Deze fiets komt in één kleur dit jaar, het modeljaar 2023. Deze fiets komt in twee verschillende varianten. Het Diamond model en het Wave model. We staan hier bij het Wave model zonder stang ertussen. Het Diamond model heb je dan stang ertussen. Het Diamond model komt in verschillende maten. Maat 48, 53 en 58. Het Wave model komt in maat 43 centimeter, 48 centimeter, 53 en het hoogste XL-maat is 58 centimeter. Wij gaan verder met de motor en de elektronische ondersteuning van deze fiets. Het smart systeem wordt op toegepast. We hebben een complete serie over wat het smart systeem van Bosch inhoudt. Kort gezegd, het connectiviteit gaat voorop. Alles wordt verbonden met je mobiele telefoon en je kan heel veel statistieken op terugkijken. En alle producten die vanaf nu geïntroduceerd worden door Bosch worden aangesloten bij het smart systeem. Vergeet heel die serie niet te kijken. Daarin wordt eigenlijk alles uitgelegd. En zo kom je te weten wat het smart systeem precies inhoudt. De motor is voorzien van 75 Newtonmeter aan kracht. Dat is genoeg eigenlijk voor een heuvelachtig gebied. Het is krachtig genoeg om je daarbij te ondersteunen. De accu is uitneembaar. De accu zit in het frame. Er zit een kapje
op het frame, op de accu. Dat is los. Voordeel daarvan is, mocht je de accu uit de fiets verwijderen, kan je het kapje altijd erop zetten. Bijvoorbeeld als je het achterop de fietsendrager zet. De accu haal je natuurlijk altijd eraf. En dan kan je het kapje weer erop zetten om te beschermen tegen stof of viezigheid. De accu kan je opladen hoe die zo zit in het frame. Maar je kan hem ook eruit halen en dan opladen. Ja, de nieuwste 5-serie, voorheen hadden ze eigenlijk een rubberen plugje. Wat niet heel makkelijk af te sluiten was en eraf te halen was. Plugje voor de accu. Nu hebben ze dat heel mooi verbeterd. En het plugje kan je heel makkelijk eraf halen, de stekker erin zetten en de accu mee opladen. Het scherm, dat is een Intuvia 100 scherm die aangesloten is op het smart systeem. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi compact scherm waar je heel goed eigenlijk alles kan aflezen wat je hoort af te lezen op zo'n scherm. Overigens kan je het ook natuurlijk koppelen met je mobiele telefoon en op je mobiele telefoon kan je ook het e-bike scherm gebruiken wat bij het smart systeem hoort. Het scherm kan je ook upgraden bijvoorbeeld naar de Kiox 300. Voordeel van de Kiox 300 zie je ook in een andere video van ons waar we dat uitleggen wat dat precies inhoudt. En je kan het ook koppelen met het smartphone grip. Dat is ook een aparte smartphone houder wat je eigenlijk in plaats van je scherm op je stuur zet. Dan zet je je telefoon erin en dan gebruik je telefoon eigenlijk als een scherm. Nou, een link naar alle video's die te maken hebben met deze onderwerpen vind je in de beschrijving van deze video. Dan kan je daarop klikken en meer te weten komen over deze onderdelen. We kijken verder naar de overige specificaties van het model. We beginnen met het schakelsysteem. Dat is een Enfiolo schakelsysteem wat op deze fiets zit. Dat is een traploze schakelsysteem. Je hoort hem niet, je voelt hem niet en ja, je kan hem zo eigenlijk op en neer schakelen. Het grootste voordeel van dit schakelsysteem is dat je onder weerstand eigenlijk kan schakelen. Normaal bij een naversnelling moet je even stoppen met pedaleren, schakelen en dan weer doorgaan. Bij deze niet. En je schakelbereik is veel groter als je dat vergelijkt met de Nexus 5 of de Nexus 7 of 8. Aparte video over het Enfiolo systeem hebben we ook. Vergeet die video ook niet te kijken. Riemaandrijving. De Gates CDX riem zit op deze fiets. Tot 30.000 kilometer heb je eigenlijk geen onderhoud aan nodig. Wel moet je even rekening houden dat de riem niet zanderig of korrelig wordt. Gebeurt dat? Heel simpel, met lauw water kan je dat schoonmaken en dan kan je weer verder gaan. Na 30.000 kilometer, ja, dan is de riem wel aan vervanging toe. Bagagedrager, dat is van MIC HD. MIC is eigenlijk een systeem waar je, ja, is een kliksysteem voor je dubbele fietstas, je bagagedragertas. Bijvoorbeeld een mand, hondenmand, dan kan je heel makkelijk erop klikken en eraf halen. Nou, tegenwoordig heb je ook MIC HD. Nou, dat HD betekent dat ook veilig genoeg is voor een kinderzitje. Er zijn bijvoorbeeld kinderzitjes van Urban Icky, wat wij hier ook in de winkel hebben. Die zijn voorzien van een MIC adapter. Door dat MIC adapter kan je heel makkelijk het kinderzitje erop plaatsen, erin klikken en dan weer afhalen. Nou, de bagagedrager heeft ook stangen waar je, als je bijvoorbeeld een enkele fietstas erop wilt plaatsen, dat kan allemaal prima met deze bagagedrager. Verder als wij kijken, komt deze fiets met een verende voorvork en een verende zadelpen. Nou, dat zorgt natuurlijk dat ze de harde klappen voor je opvangen. Mocht je over een hobbelige weg gaan, daar kan je eigenlijk met een hoge snelheid over een hobbelige weg gaan. En vangen ze de klappen voor je op. Hydraulische schijfremmen zitten hier op. Nou, dat is eigenlijk een beetje standaard geworden tegenwoordig. Doordat het hydraulische schijfsysteem rem je heel fijn, heel gedoseerd, maar ook tegelijkertijd heel direct. Door middel van oliewerking wordt je remgedrag gedoseerd en ja, dat zorgt ervoor dat je heel veilig en goed tot stilstand komt. Op deze fiets bevindt zich de 3D gel zadel van Sella Royale. Dat is een van de betere zadels die standaard op een fiets te vinden is. Normaal gesproken zitten niet de meest fijne zadels op een fiets. Veel mensen doen een upgrade naar een wat fijner zadel. Maar bij deze fiets zit gelijk een hele goede zadel. Dat 3D gel houdt in dat een soort memory foam erin zit. Het heeft even tijd nodig om zich te hervormen naar jouw lichaam. En als dat eenmaal gebeurt, hoort dat zadel ook echt bij jou.
En fietsen eigenlijk helemaal zonder problemen op dit zadel. De handvaten die op deze fiets zitten zijn ook heel erg fijn. Er zijn zogenaamde vleugelhandvaten waar je heel comfortabel je polsen op kan leunen als je aan het fietsen bent. Verder de anti-lekbanden van Schwalbe zitten erop. De Schwalbe Big Ben Plus zijn extra brede banden. Dat zorgt ervoor dat je heel stabiel en comfortabel de wegdek opgaat. Maar het belangrijkste is dat je de stabiliteit die de brede banden bieden ten opzichte van normale banden of dunne banden, dat is een hele grote pluspunt. Nou, zo zijn we ten einde gekomen van deze video. Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust in de comments hieronder aan. Deze fiets hebben we standaard bij ons in de showroom. Link naar dit product zie je ook in de beschrijving van deze video. Klik erop, kan je wat meer informatie bekijken en je kan een vrijblijvend proefrit aanvragen. Dan ben je van harte welkom bij ons in de showroom. Ik of een van mijn collega's leggen je alles uit, beantwoorden je vragen. En dan kan je een mooie proefrit maken, jij of samen met je partner eventueel. En dan beleef je ook hoe deze fiets rijdt en kan je het ook in het echt ervaren. Vond je deze video leuk, zouden we het waarderen om het te liken. Abonneer op onze kanaal als je meer van zulke video's wilt zien. Maar ook tips en trucs over e-bikes in het algemeen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.